Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Guilty! Eerst van de kruidvat doen, want dat is best wel zwaar. Ik heb een borstel gekocht van Denman 3D Origineel Styler. Deze. Dan is natuurlijk weer helemaal wazig. Focus alstublieft. Focus. Ja. Deze. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dan zag ik dingetjes voor op TikTok dat je ook krullen ermee kan maken. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. En die was 13,99. Oh, dan ben ik natuurlijk weer wazig. Moet ik zo. Nivea coconut jojoba olie. Heb ergens gekocht. 1 plus 1 gratis. Dus even kijken. Ja. Tada. Even kijken. Ja, ik heb €8,88 korting. Dat is alleen deze week nog, maar dat als je dit ziet, dan is het al lang voorbij. 2 keer 8, magnesium nacht. Tweede voor de helft van de prijs. En even kijken, ik zie het niet zo snel staan. Oh ja, hier. €12,99, dus ik zal wel wat klein beetje korting hebben, ja. Ik kan het niet zien. Die bon is zo slecht. Ik kan het ook niet meer lezen. Ik had 1, 2, 3, 4. 4 voor €5. Ik heb nog deze gekocht. Weertners. Heb ik wel 2,19. Hij heeft nog 2 keer Sterrenend gekocht. Kan ik die nog vinden ergens? Ja. 1,79 per stuk. Ik heb ook nog een wenkbrauwpotlood gekocht, maar dat was de verkeerde. Niettemin. Die was 3,49 van Catrice. Ik denk, nou, laat ik het toch maar proberen. Oh ja, hier is die tweede Sterrenend. 1 plus 1 deo. Dat is echt. Even zien, ik kan het niet vinden. Is wel open gezond. Shit. Heb je dus. Schiet die open. €2,54. Deo spray was 4,29. Multivitamine 4,50. Normaal 13,99. Wasverzachter Gilaan. Kan ik hem nog vinden? Ja. €1,99. En deze legging, die was €14,99. Dat is dus wat ik bij de Kruidvat heb gekocht.
Ja, ja. Nog even bij de HEMA geweest. Ja. Daar heb ik een mooie trui gekocht. Deze. En deze was 37,50. Dan heb ik ook nog een bijpassende broek gekocht. Flair, zwart. En die was 30 euro. En dan heb ik ook nog een baret gekocht. Jawel, een baret. Ik heb hem natuurlijk verkeerd op mijn hoofd. Maar ik heb ook nog een dingen op. Een knot achter, dus die. Normaal, hij is 9 euro. Wat hij normaal kost, weet ik niet. Staat er niet bij. Dus die is 1 maat. En dan heb ik ook een Temtec panty gekocht. 1 keer een donkergrijze. En een gastendoekie. Die kattenbon ergens. Hier zo. Hier. Even kijken hoor. Die pantje was 8 euro. Die muts was 9 euro. Staat erop. Over, normaal 15, 9 euro. Gastendoekje was 5,75. 4 euro 3 geworden. Die trui was 37,50 en die broek was 30 euro. Dus die. Dus ik wil zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte. En